Leuk dat jullie er allemaal zijn. Er komen misschien zo meteen nog wat mensen bij, maar die zal ik ondertussen binnenlopen. Fijn om jullie allemaal ook te zien. Sommige mensen heb ik dit jaar nog wel gezien, maar andere ook niet. Dus nou ja, altijd leuk om mensen weer te zien. Vorig jaar hebben we voor het eerst een november cursusmaand georganiseerd. Dus in verband met corona dat we nou ja, verschillende digitale sessies hebben georganiseerd over bepaalde thema's waar we met jullie mee aan de slag wilden gaan. En dat was zo'n succes dat ook al kunnen er wel weer fysieke bijeenkomsten langzaamaan is begonnen worden. Of misschien ook wel weer niet eigenlijk nu. Dat we die er eigenlijk wel gewoon in wilden houden. Want het is heel mooi om digitaal met elkaar bij elkaar te komen. Redelijk laagdrempelig. En op die manier kun je ook de onderwerpen uitzoeken waar je een ochtendje bij aan wil sluiten. Vandaag gaan we het hebben over themaportals. Daar zal ik dadelijk wat meer over vertellen. Maar ik wil eerst met jullie... eerst hebben we nog de agenda van onze volledige maand. Dus al onze cursussen. Vandaag zijn dan de themaportals. Volgende week zal Chris meer vertellen over termenlijsten. Dus lijsten met bijvoorbeeld kerken, kloosters en kapellen waar we nu aan het werk zijn. Over 2 weken zal ik nog ingaan op de waarde van woorden. We zijn nu bezig met een traject om te kijken onder andere naar terminologie in je collecties. Daar kunnen jullie ook bij aansluiten als je wil. En tenslotte zal Iris de laatste vrijdag van deze maand laten zien hoe je in Memrich Major eenvoudig je collecties kunt opschonen. Dus in 1 keer hele grote bakken met data kunt aanpassen. De spelregels voor vandaag. Ik heb erbij staan, iedereen zet zijn geluid uit. Dat zal ik zo meteen even doen, dat iedereen gedempt is. Als je iets wil zeggen, dan kun je je handje opsteken. Dus binnen Teams zit er een icoontje. En ik weet zo niet waar die bij jullie zit. Een smiley met een handje. En als je daar met je muis overheen gaat, kun je je handje opsteken. Dan krijg ik ook een melding dat iemand zijn hand opsteekt. En dan kan ik je vragen beantwoorden. Vragen mag je gewoon tussendoor stellen. Dan proberen we zo snel mogelijk te beantwoorden, als dat mogelijk is. Je camera mag aan blijven staan. Ik kan jullie allemaal op mijn andere scherm zien, dus dan kan ik ook zien tegen wie ik praat. En tenslotte wordt de sessie opgenomen, dus hou daar rekening mee. Ik zal jullie allemaal dempen nu, dus dat betekent dat ik jullie niet meer kan horen. Dus als je iets wil zeggen, steek je handje op. En als dat niet lukt, dan moet je even je microfoon aanzetten en iets schreeuwen. En als je de beurt krijgt, dus als je je handje hebt opgestoken, dan moet je er even aan denken dat je je camera of je microfoon weer aanzet. Want anders horen we je alsnog niet. Als het goed is, is nu iedereen gedempt. Dan komt er iemand binnen. Zo. Dan gaan we door, want dan gaan we gewoon snel beginnen. We hebben 1,5 uur hiervoor ingepland, maar we verwachten niet per se dat we dat nodig hebben. Dus eerder klaar zijn is zeker met digitale sessies niet zo'n probleem. Dat is zelfs heel erg fijn. Wat gaan we vandaag doen? We gaan het dus vandaag hebben over themaportals. En dat heeft dan vooral ook te maken met het delen van je data met bepaalde themaportals. En op thematische wijze data bij elkaar brengen. Want jullie zijn natuurlijk allemaal je data aan het delen. Of een groot deel daarvan al. Ik zal eerst even vertellen waar we op dit moment staan. Dus wat we nu aan themaportals hebben en wat er allemaal gebeurd is en hoe we ook zijn gekomen tot waar we het vandaag ook over gaan hebben, de zogenaamde virtuele collecties. En dat is eigenlijk de achterkant van die themaportals. Daar zal Chris straks wat over vertellen. Ik zal 2 voorbeelden laten zien van dingen die er of al in de lucht zijn of in concept zijn. En dat zijn de Kempencollectie en de collectie Zuiderwaterlinie. Jacob is hier ook vanuit de collectie Zuiderwaterlinie. Mocht je daar later vragen over zijn, kan Jacob daar misschien nog iets over vertellen. Dus ik zal even vertellen wat hij ons heeft toegestuurd ook. Ik zal ook een voorbeeldje laten zien. En eigenlijk zou Cees Vonk aansluiten over de Kempencollectie, maar ik zie dat hij er nog niet is. Misschien dat hij nog komt. Maar ook van hem heb ik al wat input gekregen, dus ik kan daar zelf wel wat over vertellen. Dan gaat Chris even uitleggen aan de achterkant hoe het werkt. Dus hoe werken die virtuele collecties? En hij zal ook een demo laten zien van hoe kun je nou zelf themaportals maken. Nu hebben we dadelijk 2 concrete voorbeelden. Maar het is natuurlijk het idee dat je straks gewoon hele mooie thematische portals zelf ook op kunt starten. En wat eigenlijk het vervolgtraject is over deze techniek. Want dit is allemaal echt nog in de beginnende fase. We zitten hier nog, we werken grotendeels nog met concepten.
maar wel werkende concepten. Dus we kunnen ook mooie dingen laten zien. Als er dus vragen zijn, steek gewoon je handje op en dan, nou ja, dan probeer ik je vraag meteen te beantwoorden. Anders zou je ze aan het eind weer allemaal vergeten. Eerst even heel kort nog de infrastructuur van Brabant Cloud, dat die hebben we weer even voor jullie is opgefrist. Om ook een beetje duidelijk te krijgen hoe die themaportals en hoe het delen van data precies in zijn werk gaat. De eerste stap die je moet zetten om je collectie online te krijgen is dat die ergens moet worden ingevoerd. En dat het niet allemaal bij jullie in je hoofd zit, maar dat het ook ergens is vastgelegd dat andere mensen ook kunnen zien wat er in jullie hoofd zit. Die data, een groot deel van jullie werkt er al mee, die is bezig met die data gestructureerd op te slaan in Memrix Major. Sommige van jullie die gebruiken hun eigen systeem, dus bijvoorbeeld bij het Stedelijk Museum Breda gebruiken ze op dit moment geloof ik nog Adlib of Axial Collections. Ik weet niet hoe ver jullie daar zijn. Maar het gaat er in ieder geval om dat die data ten eerste ergens is vastgelegd, dus van het hoofd in de computer. Daarna hebben we hier onze wolk. Ik ben de hele tijd naar mijn scherm aan het wijzen, maar dat zien jullie natuurlijk niet. Daar hebben wij onze wolk zitten. En dat is ons datacentrum, onze hub. En wat we daar doen is, daar worden van al die Memrix Major setjes, omgevingen en die eigen systemen, worden daar datasets aangemaakt. Alle data wordt daar uniform opgeslagen, dus volgens het Europeana datamodel, dus uniforme data. En elke instelling heeft hier zijn eigen setje. Die setjes, dat is de online data die te benaderen is. Wat we bijvoorbeeld op Brabants Erfgoed doen, is daar roepen we al die setjes aan, of bijna al die setjes roepen we aan. Een deel van jullie heeft eigen instant websites waarop we specifieke setjes aanroepen. Dus bijvoorbeeld alleen de setjes van jullie eigen instelling. Alleen de setjes van de Heemkundekring Oorschot op de website van de Heemkundekring Oorschot. En wat we met die virtuele collecties doen, is dat we niet alleen maar gebonden zijn aan die setjes. Dus ik wil een website met daarop die en die datasetjes. Maar dat we ook door die datasetjes kunnen gaan zoeken. Dus dat we zeggen, we willen alle data met bijvoorbeeld een bepaald trefwoord, Zuiderwaterlinie misschien, willen we uit alle setjes halen en daar weer een nieuwe set van maken. Dat is grofweg hoe dit in elkaar zit. Chris zal daar dadelijk nog veel duidelijkere uitleg van geven. Maar het gaat er dus om dat al jullie data staat hier. En omdat die hier in onze hub staat, kan die ook aangeroepen worden. Waar staan we dan nu in het delen van data? We hebben nu circa 80 instellingen die datasets bij ons hebben, dus of die ons die data delen via de cloud. Daarvan hebben we ongeveer 49 instant websites, dus instellingen die een eigen instant website hebben met daarop de collectie of hun eigen collectie. En op Brabants Erfgoed, dus waar al die datasets of bijna al die datasets staan, hebben we inmiddels bijna 1,3 miljoen records. Dus dat is ontzettend veel en dat groeit ook best wel gestaag door. En behalve in Brabant wordt een deel van de data ook nog getoond buiten Brabant. Dus bijvoorbeeld Collectie Nederland of het portaal Europeana, daar wordt ook nog data naartoe gestuurd. Dus daar wordt ook nog informatie getoond. En het belangrijke is, we hebben dus geen afzonderlijke silo's van data. Die datasetjes die we in die cloud hebben staan, die zijn niet zo dat de datasetjes van bijvoorbeeld Oorschot, daar kunnen alleen de mensen van Oorschot bij. Maar we zijn juist met z'n allen data aan delen, waardoor we een heel mooi verhaal kunnen vertellen en ook die data kunnen combineren om een verhaal te vertellen. En dat is ook gewoon heel belangrijk voor de toegankelijkheid van die data, maar ook om kennis uit te kunnen wisselen. Dan zal dadelijk bij de Zuiderwaterlinie zal het ook nog wel ter sprake komen. Dat verhaal van Brabant dan, hoe vertellen we dat? Dat is eigenlijk een deel van de vraag waar we zelf mee werken. Dus bijvoorbeeld met Brabantserfgoed.nl, hoe vertellen we het verhaal van Brabant? Hoe vertellen we het verhaal van Brabant? Nou, we hebben dus al die datasets van jullie, we hebben die verhalen en daar maak je één hele grote bak mee, waarmee je dus het verhaal van Brabant vertelt. En dan niet alleen de data dus die Erfgoed Brabant heeft verzameld, maar ook van alle heemkundekringen, ook van de musea, want dat is natuurlijk ook een onderdeel daarvan. Daarbij krijgen we ook vragen vanuit jullie. Dus bijvoorbeeld Heemkundekring Molenheide, die vroeg ons op een gegeven moment, kunnen wij onze data
ook tonen op het netwerk Oorlogsbronnen. Want zoals Brabantserfgoed.nl een themawebsite is, eigenlijk over de geschiedenis van Brabant, is netwerk Oorlogsbronnen dat over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Heemkring Molenheide had een groot aantal foto's van de Tweede Wereldoorlog. We zien het hier, 456. En zij vroegen dan ook, wij zouden die graag in de context van netwerk Oorlogsbronnen willen tonen. Kan dat? Dat zijn we gaan uitzoeken. En nu staan er dus 450 foto's van Heemkring Molenheide bij netwerk Oorlogsbronnen ook. Allemaal vanuit hun eigen dataset dus, van hun centrale dataset. Andere vragen om dat verhaal van Brabant te vertellen. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de peelhelm uit de Leneveen. Een heel mooi Brabants archeologisch item. Maar ja, die zal een 100 jaar niet meer in Brabant te vinden. En nu hebben we via de digitale dataset van het Rijksmuseum van Oudheden, hebben we die terug kunnen halen naar Brabant. En is die peelhelm, de foto's van die peelhelm die het Rijksmuseum voor Oudheden heeft, zijn nu dus ook weer in de Brabantse context op Brabantserfgoed.nl te zien. Dus met dat delen komen er eigenlijk steeds nieuwe vragen waarmee we kijken van hey, kunnen we hier iets mee? Moeten we hier iets mee? En lukt dat dan ook? En daar hebben we dus al twee voorbeelden van waar we dan hele concrete uitkomsten van hebben. En er komt eigenlijk vandaag een derde bij. Waarom zit hij niet? Zo. Want een andere vraag die ook vaak bij jullie opkomt is, maar kan ik mijn data dan ook met andere heemkundekringen delen? Of kunnen we dan ook samen iets maken? Dus los van Brabants erfgoed of los van alle grote nationale verhalen, kunnen wij ook zelf iets maken? Dat is ook een vraag die we vaak krijgen, dus waar we naar zijn gaan kijken. En daar komen dan weer een hele hoop vragen van onze kant uit bij. Dus bijvoorbeeld, wat wil je dan delen? Wil je alles delen? Gaat het om een bepaald onderwerp? Wil je data verzamelen van bepaalde instellingen? We horen vaak, kunnen wij ook de foto's van het BIC gebruiken bijvoorbeeld? Of kunnen wij ook de foto's van de Brabant collectie gebruiken? Dat zijn vragen die daarbij opkomen. Wil je data met betrekking tot een bepaalde regio of een bepaalde locatie? Het boterkerkje in Oorschot bijvoorbeeld. Wil je alle data over het boterkerkje? Of wil je alle data over de Kempen? Daar komen we zo meteen op. Of wil je data met betrekking tot een speciaal thema, zoals bijvoorbeeld de Zuiderwaterlinie? Maar we horen ook wel eens, kunnen we alle bitprintjes niet verzamelen? Dus dat zijn allemaal vragen die opkomen als je zegt, kan ik mijn data met andere instellingen delen? Ja, maar wat wil je dan precies? Belangrijk hierbij is dat je als instelling zelf bepaalt wat je wil delen, met wie je dat wil delen. En het kan best zijn dat je sommige dingen wel met instelling X wil delen, maar niet met instelling Y. Maar dat zijn dus ook dingen, de data, de kern van de data die ligt bij jullie. Dus jullie eigen data, jullie bepalen daar ook over wat je daarvan wil delen met andere instellingen. Dus dat is altijd het uitgangspunt. Zoals ik al zei, we gaan het dan vandaag hebben over themaportals. Want uit deze vragen kan ik mijn data ook met andere erfgoedinstellingen delen. En kan ik verzamelingen maken van data rondom een bepaald thema. Komen we op de themaportals. En wat een themaportal eigenlijk is, dat is een verzameling van collectie-items uit verschillende bronnen rondom een bepaald thema verzameld. Ik zal dan zo het voorbeeld laten zien van de Zuiderwaterlinie en de Kempencollectie. Maar dat zijn dus twee hele concrete voorbeelden van thema's waar je iets van kunt maken. Maar het gaat er dus wel om dat al die datasetjes die jullie hebben, dat daaruit dus informatie rondom een bepaald thema wordt verzameld. Dan begin ik met de collectie Zuiderwaterlinie. En Jacob, als je iets wilt toevoegen, breek vooral in. De collectie Zuiderwaterlinie komt van de Alliantie Zuiderwaterlinie. En die zijn nu al een paar jaar bezig om informatie over de Zuiderwaterlinie toegankelijk te maken, te verzamelen en ook onderzoek naar de Zuiderwaterlinie mogelijk te maken. Jacob heeft zelf een inventarisatie gemaakt namens de Zuiderwaterlinie. En dat heeft geleid tot een eigen database van circa 1000 bronnen. Dus ze hebben een eigen database, die staat ook al in een instant website op hun eigen website. Dus die basis is er al. Want als die bronnen ergens zijn ontsloten, dan maakt dat het ook makkelijker om dat onderzoek te doen. Want ze willen juist mensen uitnodigen,
kijk maar wat we allemaal hebben en doe dan zelf onderzoek naar die Zuiderwaterlinie. En wat er natuurlijk met die Zuiderwaterlinie zo is, er zijn genoeg heemkundekringen die boven langs de rivieren langs de Zuiderwaterlinie zitten. Er zijn ook musea die langs de Zuiderwaterlinie zitten. En die hebben ontzettend veel data die misschien niet altijd direct gelinkt is aan de Zuiderwaterlinie. Dus niet een foto van een vesting of een fort zoals die hier rechts in het voorbeeld staan. Maar die wel belangrijk zijn voor het onderzoek naar de Zuiderwaterlinie als geheel, als idee ook. En juist door die stukken allemaal bij elkaar te brengen, dus de stukken die ze zelf hebben verzameld, archiefstukken, kaarten, tekeningen, de stukken uit de heemkundekringen en de musea, dus archiefkaarten, stukken, tekeningen die ze daar hebben. En door die samen online te presenteren, kunnen mensen heel eenvoudig vanuit huis, vanuit hun eigen stoel eigenlijk, achter hun pc, zoals we nu zitten, onderzoek doen naar die Zuiderwaterlinie en items uit heel Brabant raadplegen. Ik kan daar wat voorbeeldjes van laten zien, want we hebben al een test gemaakt van de Zuiderwaterlinie website. Dit is de website van de Zuiderwaterlinie en daarin hangt een instant website waar dus niet alleen de Zuiderwaterlinie data in zit, maar hierin worden ook alle records getoond die als trefwoord Zuiderwaterlinie hebben. Deze is nog in concept, dus er zit niet heel veel in. Als we kijken naar de instellingen, dan zien we aan de linkerkant dat er dus 940 records uit de database van de Zuiderwaterlinie zelf komen. We zien dat het Stadsarchief Breda zit één record in die dus als trefwoord Zuiderwaterlinie heeft. De kalender van ooit heeft één record met als trefwoord Zuiderwaterlinie. En we hebben bij Erfgoed Brabant hebben we video's waarvan één video het trefwoord Zuiderwaterlinie heeft. Verder hebben we al een kleine pilot gedraaid met de heemkundekring Land van Ravenstein. Zij hebben al hun records waaraan het trefwoord vestingwerken was gekoppeld, hebben zij ook aan het trefwoord Zuiderwaterlinie gekoppeld. Want zij zeiden, nou ja, alle vestingwerken die wij in Ravenstein hebben, die hebben ook te maken met de Zuiderwaterlinie. Het mooie is dus, nu is het nog een redelijk compacte bak, maar als je straks meer heemkundekringen hebt, wordt het groter. Maar dat je ook veel meer informatie kunt vinden over die Zuiderwaterlinie. En zoals we hier rechts zien, hebben we dus een tekening van de vesting in Ravenstein, die de heemkundekring Ravenstein in zijn collectie heeft zitten. Dat is natuurlijk heel interessant als je onderzoek doet naar die Zuiderwaterlinie. Maar wat ze verder ook heel veel hebben, en dan kan ik even, als die ze pakt. Oh, dan moet je wel laden natuurlijk. Dan zullen we hier. Ik zei al, deze website is een concept. Wat ze ook heel veel hebben, zijn foto's van de omgeving die toevallig te maken hebben met de Zuiderwaterlinie. En dan hebben we bijvoorbeeld de vestingwerkenroute, waar mensen door het groen lopen. Deze foto's kan je misschien als onderzoeker niet precies vertellen hoe werkt de Zuiderwaterlinie. Maar deze foto laat wel zien hoe de Zuiderwaterlinie, of het gebied van de Zuiderwaterlinie, nu beleefd wordt. Er zitten ook foto's in van mensen die schaatsen op de grachten. En er zijn allemaal hele specifieke termen voor die stukken water die ze bij de Zuiderwaterlinie hebben. Jacob, daar durf ik me niet aan te branden. Volgens mij mag ik ze niet eens gracht noemen. Maar dat is wel hoe die stukken erfgoed eigenlijk, hoe die nu ervaren worden door mensen. Dus dat is een hele belangrijke om ook foto's of items die niet direct een relatie hebben tot bijvoorbeeld de Zuiderwaterlinie, dat die wel kunnen bijdragen aan informatie daarover. Heb ik dat zo goed gezegd, Jacob? Oké. Ik zag dat Cies net binnen was gekomen, geloof ik. Klopt dat? Ja, Cies is binnen. Want dat was eigenlijk het voorbeeld dat we dus al in de lucht hebben van de Zuiderwaterlinie. Dan wil ik nou doorgaan naar het voorbeeld van de Kempercollectie. Want de Zuiderwaterlinie is echt nog in concept. De Kempercollectie die is wel al online te raadplegen. Wil jij daar een toelichting bij geven, Cies? Of zal ik dat doen? Nou, dat wil ik best zelf doen. Goedemorgen allemaal. Ik ga er meteen mee aan de slag, Peer. Ja. Het staat er al, de Kempercollectie. En
om even een beetje een beeld te schetsen wat het is. Het is een samenwerking tussen 9 heemkundekringen en musea in de Brabantse Kempen. En er zijn eigenlijk de 5 Kempengemeenten die ook op gemeentelijk niveau samenwerken. Dus dan heb je het over Oorschot, Bladel, Eersel, Bergijk en Reuzel. En al in 2019 hebben die de handen in elkaar geslagen. Want zij worstelden met een aantal problemen, voornamelijk met hele grote collecties. Over het dagelijks leven van 1850 tot 1950, om het even kort samen te vatten. En ze waren op zoek naar een manier om daar efficiënter te doen. En om op die manier uiteindelijk ook het erfgoed van de Kempen beter zichtbaar en beleefbaar te kunnen maken. Nou, is een heel traject waar ook de nodige subsidie voor is gekregen, is opgehaald. En dat heeft dus uiteindelijk geresulteerd in de samenwerking, ook met Erfgoed Brabant met Brabant Cloud. En nu recent is de website gelanceerd, waar dus die collecties allemaal samenkomen. Plus de collecties waar Peer al over vertelde van het BIC, de foto's die gemaakt zijn. En de collectie van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Dat is heel erg mooi, want die instellingen in de Kempen die vertellen samen het hele verhaal van de Kempen. Van de prehistorie tot nu. En het is zelfs al in het cultuurhuis Bergijk is dat allemaal samengevat in één museum. Het Aiga Museum is daarin ondergebracht, maar ook de stichting Rietveld Ruis. Dus het gaat van de prehistorie tot aan de ploeg in Bergijk. Jullie vast wel bekend, ontworpen door Gerrit Rietveld. En zelfs daar is ook nog een relatie tussen te vinden tussen Gerrit Rietveld en Merovingische graffondsten. Dus het is allemaal aan elkaar verbonden. En het doel is dan ook om dat echt duidelijk in beeld te brengen. En de collectie op online brengen, gezamenlijk, maakt het mogelijk om veel meer te laten zien dan in de presentaties bij de verschillende musea en heemkundekringen. De depotstukken en foto's die worden ontsloten die normaal niet te zien zijn. Onderzoekers kunnen daar heel makkelijk mee aan de slag, want de bitprentjes staan online, maar die zijn normaal gesproken per dorp zo'n beetje beschreven. Maar die families, er is strijd tussen die verschillende dorpen in de Kempen, maar af en toe was er toch wel eens een dochter die trouwde met iemand uit het naburige dorp en zo komen die bitprentjes dan toch weer bij elkaar. Dus dat maakt het enorm interessant. En ondertussen werken we op de achtergrond hard aan die samenwerking door die collecties te kunnen inkrimpen met behulp van die online presentatie. Wat hebben de buren? Moeten wij het dan ook nog bewaren? Wij hebben een hele mooie ploeg. Maar het museum twee dorpen verder heeft een hele reeks mooie ploegen. Willen wij dat dan bewaren? Of zeggen we van we maken één ensemble gezamenlijk en we presenteren die samen. De volgende stap waar we nu voorzichtig aan het werk zijn, want natuurlijk niet alle collectiestukken staan online, maar om elkaar ook toegang te geven in de database in Brabant Cloud, zodat ze op de achtergrond kunnen kijken van wat er nou precies in de collectie zit en wat er niet geregistreerd is. Dat is nog een flinke stap, daar wordt druk over gediscussieerd. Maar dat zou ook heel mooi zijn. We kunnen dan in elkaars collecties kijken, ook in de bibliotheken. Want daar komt jullie vast ook wel bekend voor. Er worden enorm veel boeken bewaard. Tijdschriften van elkaar worden er bewaard. Nou ja, het ruimtegebrek is nijpend op sommige plekken. Er worden dure depotruimtes gehuurd. Dus het zou mooi zijn als we daar systematisch en efficiënter kunnen inrichten. En een laatste mooie toevoeging, en het is ook een deelnemer aan de samenwerking, is natuurlijk het Eindhoven Museum. En dat weten misschien een aantal van jullie wel. Die hebben de collectie van de Steentjeskerk, de voormalige Steentjeskerk, in hun bezit. Die wordt wel gepubliceerd via hun website en er zijn de nodige bruiklenen. Er zijn ook plannen voor de toekomst om een museumvonk in te richten, om de geschiedenis van Eindhoven weer te vertellen. Maar nu, binnen deze samenwerking, komt er een deel van die collectie ook alweer beschikbaar in de Kempen. Die schilderijen, de voorwerpen van die voor de Kempen relevant zijn, die komen op deze manier ook uit het depot van het Eindhoven Museum en worden weer zichtbaar voor het publiek. Heb ik dan een beetje samengevat hoe het in elkaar zit, Peer? Is dit, ik denk dat je dan duidelijk een hoop over de Kempencollectie inderdaad verteld hebt. Ik kan de website er nog even bij pakken, want die van jullie heb ik ook even klaargezet.
Want dat is inderdaad het Eindhoven Museum, wat je zegt. Die hebben alles in depot zitten. En die zijn ook, geloof ik, niet te bezoeken, dat depot. Dat is gewoon echt helemaal weggewerkt. Maar er zijn dus wel nu 23.000 records online te vinden binnen die Kempencollectie. Het mooie is inderdaad dat als je dingen bekijkt, dan hebben we, volgens mij is deze van Heemkunde Kringreuzel, een boekje, een foto uit het Beek, een schilderij uit het Eindhoven Museum, Romeins aardewerk uit ook het Eindhoven Museum. En bijvoorbeeld het mooie van dat Romeins aardewerk uit het Eindhoven Museum, is dat het ook weer aansluit op de data die er in het Rijksmuseum voor Oudheden zit binnen de Kempen. Dus alle data die gevonden zijn in de Kempen in het Rijksmuseum van Oudheden, die zijn daar uitgefilterd en die worden ook hier getoond. Dus die vertellen inderdaad samen met de stukken die jullie zelf hebben, Cies, vertellen ze ook weer het verhaal van de Kempen. Want zoals ik al zei met de peelhelm, hebben ze alle leuke dingen hier hebben ze meegenomen naar Leiden. En dan zeiden ze in Brabant zoeken ze het maar uit. Maar nou is het wel weer een beetje terug. En kan het wel ook weer ons helpen om ons eigen verhaal te vertellen. En ik denk dat de Kempencollectie daar al een heel mooi voorbeeld van is, hoe je samen je eigen verhaal vertelt, inderdaad. Naderhand kunnen jullie ook nog allemaal vragen hierover stellen als je dat wil. Christy zal dadelijk ook laten zien hoe dit aan de achterkant precies werkt. En jullie hebben Cies allemaal gezien nu. Dus als jullie vragen hebben over de Kempencollectie, kun je ook nog altijd Cies nabellen. Toch, Cies? Ja, zeker. Over die samenwerking. Ja, en dan zal ik jullie ook allemaal vertellen welke datasets we nog op het oog hebben natuurlijk. Die Brabant Cloud moet gaan toevoegen volgens ons, hè, om het nog veel uitgebreider te maken. Om een voorbeeld te noemen, we hadden natuurlijk ook heel graag de collectie van het Textielmuseum nog toegevoegd aan de Kempencollectie, omdat zij het archief beheren van de ploeg, met alle ploegstoffen en ontwerptekeningen en noem maar op. Maar goed, dan heb je natuurlijk ook te maken met auteursrechten, wat soms wel eens een groot probleem is. En voor de Kempen is het RHCE, het archief in Eindhoven, ook heel interessant natuurlijk. En die timmer ook aan de weg, maar die data is niet beschikbaar. Dus er zijn nog fantastisch mooie datasets beschikbaar, ook van het RCE met kadastertekeningen en dat soort zaken, die we heel graag in de toekomst natuurlijk toegevoegd zien worden. Maar dan moeten de rechten en de techniek natuurlijk helemaal in orde zijn. Ja, ik zie een vraag bij Jolanda. Ja, ik was al even nieuwsgierig naar de site. En omdat je zei dat die online is, maar ik krijg hem zo snel niet gevonden. Klopt dat? Hij is te vinden op kempencollectie.online. Even kijken, kempencollectie.online. Ja, dat is hem, kempencollectie.online. Ja, volgens mij krijg ik dan de melding dat hij niet bereikbaar is, maar goed. Ik heb hier wel. Nou, ik zal hem naderhand in het verslag hiervan, zal ik de Kempencollectie site ook even opnemen. Dus Want Zuiderwaterlinie had ik wel meteen gevonden. Maar die, maar die is dus nog niet de echte Zuiderwaterlinie. Deze Zuiderwaterlinie versie is dus nog niet online. Okay. Bijvoorbeeld de data van Ravenstein en zo zit nog niet in de Zuiderwaterlinie website. Oké, dank je. Yes. Even kijken. Dan gaan we door naar de techniek, de virtuele collecties. Dus dat is de techniek die we hiervoor gebruiken. Ik ga even Jolanda's handje laten zakken ondertussen. En dan wil ik Chris uitnodigen om het scherm van mij over te nemen. Want dan kan hij jullie meenemen in de techniek die hier aan de achterkant zit. Ja, goedemorgen allemaal. Zien jullie de virtuele collectie slide? Weer gaat allemaal goed? Ja. Ja, dus dan heb ik het scherm overgenomen. Ja, ik ga vandaag wat vertellen in de techniek aan de achterkant, die het mogelijk maakt om thematische datasetjes te maken en die doorzoekbaar te maken. We hebben dat eigenlijk genoemd virtuele collecties. Dat draait eigenlijk al een tijdje op de achtergrond in de Brabant Cloud. Maar we hebben eigenlijk tot dit jaar daar eigenlijk nog niet zoveel mee gedaan. En ons leek het wel leuk, omdat we ook steeds meer vragen krijgen uit het veld om thematische portalen te maken en dat soort dingen. Om daar iets mee te gaan doen. Dus ik wil vandaag uitleggen wat een virtuele collectie is, hoe het werkt. Ik wil ook wat demo's geven. En ik wil ook aangeven van hoe staan we nu met de virtuele collecties en hoe gaan we daarmee verder. Dan ga ik even naar mijn browser. Ik ga nog even uitleggen wat een virtuele collectie is. Een virtuele collectie is eigenlijk een zoekopdracht door alle datasets in de Brabant Cloud. En die zoekopdracht kan vervolgens weer worden vastgelegd als een aparte, doorzoekbare virtuele collectie. Dus in principe alle data die in de Brabant Cloud van alle deelnemers, die krijgen allemaal een eigen dataset of datasets. Maar hier kun je een zoekopdracht doen door al die datasets heen.
en dat weer vastleggen als een virtuele collectie. Dat is eigenlijk een beetje in de kern hoe dit is opgebouwd. En in principe kun je zo'n dataset ook niet zien. Het is echt virtueel. En het is ook echt een vastgelegde zoekopdracht. Dus in die zin ook wel heel iets anders dan gewoon een vaste dataset die we in de Brabant Cloud hebben staan. De zoekopdracht die je doet, die wordt vastgelegd als een dataset. Die dataset is dynamisch. Op het moment dat er zeg maar data aan toegevoegd wordt, bijvoorbeeld voor de Zuiderwaterlinie, we hebben gefilterd op het trefwoord Zuiderwaterlinie. Als de instellingen ook op die manier data delen, dan komen die ook automatisch in die dataset terecht. Zo'n virtuele dataset of zo'n virtuele collectie, die kan op meerdere manieren gedeeld worden. Net zoals eigenlijk alle bestaande datasets in de Brabant Cloud. Dat gaat via de Brabant Cloud API, via OI, PMA of een Sparkle Endpoint. Dat is meer als je link data hebt. Zo'n virtuele dataset of zo'n virtuele collectie is precies hetzelfde als een normale dataset. Dat betekent ook dat je zo'n virtuele collectie heel makkelijk kunt koppelen aan een instant website. Als je als instelling zelf met virtuele collecties aan de slag gaat, dan kun je ook binnen je eigen datasets zoekopdrachten doen, die vastleggen en ook weer koppelen aan je instant website. Stel dat je een tijdelijke tentoonstelling hebt waar je bepaalde objecten uit je collectie wilt tonen, die kun je in principe in een virtuele collectie zetten, online zetten en na 2-3 maanden als de tentoonstelling afgelopen is ook weer wegdoen. Want het is een virtuele collectie, hè? De data gaat niet verloren, die zit allemaal opgeslagen in de daadwerkelijke datasets. En een virtuele collectie kun je aanmaken en die kun je 1 dag, 2 dagen, jaren aanhouden. Daar ben je eigenlijk helemaal vrij in. Ik wil eigenlijk een demo geven van hoe het nu werkt aan de achterkant. En dan ga ik even naar de voorkant van de achterkant van Brabant Cloud. Dus data.brabantcloud.nl. Hier zitten wij als team heel vaak in. Je kunt hier gewoon zoeken in de Brabant Cloud. In principe alles wat in de Brabant Cloud staat en wat ook gedeeld wordt door instellingen kun je hier zien. Deze data wordt ook weer doorgezet naar brabantserfgoed.nl. Maar hier werken ons zeg maar onze eigen achterkant. En in dit gedeelte beheren wij alle datasets die er zijn. Om even te laten zien hoe dat werkt. Inmiddels hebben we 200 datasetjes in de Brabant Cloud staan. En je ziet eigenlijk de deelnemers van die Memrix Maaier gebruiken zien al dat elke entiteit in Memrix Maaier is een aparte dataset. En die koppelen wij weer aan elkaar, zodat je ook vanuit je eigen instelling je hele collectie kunt tonen. Elke dataset is gewoon ook apart doorzoekbaar te maken. Dat kun je hier zien. Dit is het beeldmateriaal van Waalwijs Erfgoed. Maar ook de API-output. Deze kun je in principe gewoon aan de ontwikkelaar geven en die kan die informatie integreren op een website. De instant website die plugt in ook op de API van Brabant Cloud. Dat gebeurt allemaal op de achtergrond, waarmee je dus een kant-en-klare collectie zoekmachine hebt. We hebben ook OI PMA, daar kun je echt gewoon je dataset beschikbaar maken, zodat ook anderen die kunnen bevragen. Dat zijn vaak ook de koppelingen die we maken met Europeanen en Collectie Nederland. Dat gaat helemaal geautomatiseerd. En er is ook een Sparkle Endpoint voor je dataset beschikbaar. Dus al deze functionaliteit die is ook beschikbaar voor een virtuele collectie. Daar zit geen onderscheid tussen een normale dataset en een virtuele collectie. Ga ik weer even terug naar een andere gedeelte, dat is de admin. Kijk even niet hoe het eruit ziet. Maar hier zitten eigenlijk de virtuele collecties als functionaliteit. En als ik die open, dan zie je eigenlijk al 3 virtuele collecties. De Zuiderwaterlinie, de Kempercollectie en ik heb al gestest ook collectie Breda. Als ik de Zuiderwaterlinie open, dan kun je eigenlijk een beschrijving geven, een naam voor de virtuele collectie. En hier in Query kun je een zoekopdracht geven. En als je een beetje... Ik weet niet of jullie het kunnen zien, het is een beetje klein misschien. Maar wat hier eigenlijk getoond wordt, is gewoon de collectie van de Zuiderwaterlinie zelf. Zoals de dataset die ze in de Brabant Cloud hebben staan. Maar ook alle records die als onderwerp Zuiderwaterlinie hebben. Dit is eigenlijk een beetje een gecombineerde zoekopdracht. Ik kan dat ook gewoon tonen binnen de Brabant Cloud omgeving. En dan zoek binnen die virtuele collectie. En je ziet 1173 resultaten. Dat is ook wat Peer ook al liet zien op hun website, waar we daar als experiment hebben draaien. En dan zie je ook dat het echt door collecties heen gaat. Dus de Zuiderwaterlinie heeft ruim 900 records, maar ook Heemkundekring, Land van Ravenstein. Nou goed, wat Peer net ook vertelde. En als je hier aan zoekt, dan zoek je ook alleen binnen deze records.
Want we zien vaak ook wel instellingen die meerdere instant websites op een website hebben draaien en dan bijvoorbeeld een filter op een onderwerp. En dan kun je eigenlijk in principe in eerste instantie wel alleen dat onderwerp tonen. Dus misschien zijn dat 200 records van je 10.000 records die je hebt. Maar op het moment dat je weer algemeen gaat zoeken, dan zoek je toch weer door je hele dataset heen. En dat is hier met een virtuele collectie helemaal afgebakend. Je zoekt alleen in de records die binnen zo'n virtuele collectie zitten. Ik dacht, het leek me wel leuk om een virtuele collectie ook aan te maken. Dus ik had misschien als voorbeeld, stel dat we een bitprentjesportaal willen maken. We hebben meer dan 150.000 bitprentjes inmiddels online staan, die ook bij verschillende deelnemers zijn in de collectie zitten. Dus ik kan een virtuele collectie toevoegen. Ik kan die misschien de naam geven bitprenten. En dan moet ik hier eigenlijk een zoekopdracht in zetten. En ja, dat zei ik op een hele gemakkelijke manier. Dan ga ik even in een ander tabblaadje naar de Brabant Cloud, naar de zoekomgeving. En ik kan hier gewoon een zoekopdracht maken. En die zoekopdracht die kan ik kopiëren en plakken in de virtuele collectie. Nou, omdat we hier bitprentjes willen selecteren, nou, daar hebben wij een apart facet voor, type object. En die kan ik eigenlijk gewoon aanvinken. En dan hebben we ineens 158.000 in één resultaat. Die zoekopdracht kan ik gewoon kopiëren uit de balk, uit de URL. En hier inplakken. En dan kan ik deze opslaan. Ik hoop dat de demogoden me een beetje goed gezind zijn. Dus ik kan deze nu openen en tonen op site. En daarin zoeken. Nou, dat vind ik toch geen 158.000. Iets anders. Dat is wel typisch. maar je ziet hier ook wel alle instellingen die bitprentjes hebben. Paulus van Daasdonk, ruim 23.000. Tonglo Huis, Vechelen. En hier zie je eigenlijk alle instellingen die dus bitprentjes online hebben staan. Ook het Vugts Museum, Museum het Oude Slot, het Noord-Brabants Museum zelfs ook, Museum Boksel en Museum Jan Heesershuis. En ik heb eigenlijk op mijn harde schijf twee instant websites klaarstaan om aan te tonen hoe makkelijk het is om zo'n virtuele collectie te koppelen aan een instant website. Dat ga ik nu doen. Dus als ik even terug ga, dan heet deze virtuele collectie bitprenten. Dus ik ga even een ander scherm erbij halen. Ik heb hier twee instant websites klaarstaan. En ik kan naar de configuratie gaan. Die kan ik aanpassen. Die staat hier nog op de Camper collectie. Hier wordt eigenlijk een aparte regel toegevoegd. We hebben de instant website ook aangepast, zodat ook virtuele collecties gekoppeld kunnen worden aan de instant website. En er staat VC, dat staat voor virtuele collectie, en dan de naam van die virtuele collectie en dan de koppeling met de API. Dus we hebben deze bitprenten genoemd. Ik bewaar deze en dan ga ik hem opstarten vanaf mijn harde schijf. Ja, en dan zien we hier die 158.001 records. Ik heb hier de instelling bon als facet getoond, maar ook verder, zoals je bitprentjes eigenlijk ook goed kunt doorzoeken en kunt filteren met geslachtsnaam, voornaam. Beroep, religie. Nou ja, en dit gaat dus over een zoekopdracht door 158.000 records heen. Dus als ik hier ook ga zoeken op een naam, ik wil even weer zijn achternaam drukken. 388 records. Dus je zoekt dus ook alleen binnen deze virtuele collectie. Goed, en we hier eigenlijk een template ook hoe we de data tonen. Dat kun je ook even wel aanpassen. Maar op deze manier is het ook weer heel makkelijk om een bitprentjesportaal te maken. Dus zo'n virtuele collectie die maak je. Je koppelt hem bijvoorbeeld met de instant website, die zet je ergens online. En vervolgens, als hier ook nieuwe records worden toegevoegd door de deelnemers, dan komen die hier ook erbij. Het is een afgebakende dataset. Er zijn natuurlijk nog wel meer mogelijkheden om bepaalde zoekopdrachten vast te leggen. Dus ik vond bijvoorbeeld het Duits lijntje vind ik altijd wel heel interessant. Dus daar gaan we er eigenlijk ook een virtuele collectie van maken en kijken wat daar uitkomt. En dan ga ik eigenlijk weer naar de zoekomgeving van de Brabant Cloud en ga ik gewoon hier zoeken op Duits lijntje. Dan ben ik ook wel benieuwd wat er uitkomt. Nou, dat zijn 219 resultaten. Op zich wel interessant, ook wel verschillende collecties. Ja, ook wat video's van de Big In Record. Nou, dat is misschien wel leuk om die vast te leggen dan. Dus ik ga eigenlijk hier weer gewoon de URL
kopiëren. Die plak ik hier in deze omgeving. Ik sla dit op. En we hebben ineens een virtuele collectie op het Duits lijntje. Kijken. Ja, 220, dat is alweer één verschil. Ik weet niet waarom dat is, maar deze kunnen we ook weer koppelen aan de Instant Websites. Dus dat ga ik ook nu doen. En dan ga ik deze eerste gebruiken. En dan ga ik ook weer in de configuratie een koppeling maken met dat. Met die virtuele collectie, die ga ik opslaan. Ja, en dan vind ik hier de 220 records die over het Duits lijntje gaan. En zo kun je dus eigenlijk ook heel goed bepaalde soort informatie uit verschillende datasets halen bij verschillende instellingen en die als één geheel presenteren. Deze is van Heemkunde Kring Vechelen. Nou, hier zie je dus ook in de beschrijving Duits lijntje zijn. Dit is eigenlijk gewoon een hele een algemene zoekopdracht op Duits lijntje. Over waar echt Duits lijntje staat, die worden dan geselecteerd voor deze dataset. En het hangt dus ook op de kwaliteit van je metadata af. Hè. Dus als je heel goed metadateert, ja, dan kun je ook heel fijnmazig daar informatie uittrekken die allemaal over het Duits lijntje gaan. Als dat niet is, ja, weet je wel, dan krijg je vaak ook wat ruis daarin. Maar goed, hè, er zijn op zich ook wel weer mogelijkheden voor. Maar de basis is wel dat je als instelling zo goed mogelijk moet metadateren om ook dit soort dingen mogelijk te maken. Misschien een ander voorbeeld. Even kijken. De CAV vind ik op zich ook wel een interessant onderwerp. Daar kunnen we eigenlijk ook eens kijken. Ik kan misschien eerst in de Brabant Cloud zoeken op CAV. De coöperatieve handelsvereniging uit Veghel. Er zijn bijna 4000 resultaten. Dat kunnen we in principe ook als een virtuele collectie vastleggen. Dus ik kopieer eigenlijk ook weer de URL. Ik ga hier ook weer een aparte virtuele collectie maken. Die noem ik om even CAV op het gemak. Die sla ik op. En die ga ik nu ook koppelen aan een instant website. Dus ik ga deze eerst aanpassen. In plaats van een Duits lijntje. Ga ik hier CAV zetten. Even kijken hoe dat eruit ziet. Ja, heb ik ineens die bijna 4000 records. Dus hier zie je alle informatie die we hebben, die betrekking hebben op de CAV, die worden hier getoond. Dus je hebt ook jaarverslagen, foto's, dus ook audiobestanden, video. Dus alles wat er maar beschikbaar is, wordt hier getoond. En zo kun je eigenlijk heel fijnmazig ook bezoekers van je website toegang geven tot een bepaalde soort informatie die er is. Dat is eigenlijk een beetje hoe de virtuele collecties werken. Zijn er misschien nog mensen die zelf een idee hebben, dat we misschien nu met een idee komen van om een virtuele collectie te maken rond een bepaald thema of onderwerp? Kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Je kunt sowieso die van de camper nog even laten zien. Want ja. Het zijn allemaal hele eenvoudige. Ja. Ja, die camper collectie. Daar hebben we contact met Cies Vonk gehad. En Cies is best wel veel eisend van wat hij allemaal wil tonen. Dus eigenlijk de data die we hebben, natuurlijk die 9 instellingen, die konden we eigenlijk vrij makkelijk toevoegen. Dat is eigenlijk wat je doet. Je gaat dan eigenlijk naar de Brabant Cloud. Dat we deze zoekopdracht weghalen. Even kijken zo. En je kunt gewoon filteren op die campen instellingen. Dus Eindhoven Museum kun je dan filteren. De Heerlijkheid Oorschot. En dan kun je die zoekopdracht gewoon koppelen. Dat hebben we ook gedaan. Alleen Cies wilde ook graag rond bepaalde plaatsen. Hè, de records die op een bepaalde plaatsbetrekking hebben ook tonen. Maar dan heb je eigenlijk te maken met 2 zoekopdrachten. En in eerste instantie is de virtuele collectie bedoeld voor 1 gecombineerde zoekopdracht. En eigenlijk op basis op die wensen van Cies hebben we eigenlijk een aanpassing gedaan. Dus je ziet hier eigenlijk de hele complexe zoekopdracht om op de plaats Reuzel, Mierde, een aantal plaatsen. Dan ook weer te koppelen aan bepaalde collecties, bijvoorbeeld van het BIC en het Rijksmuseum van Oudheden. Die allemaal records hebben die betrekking hebben op die plaatsen. Maar dan hadden we nog niet de instellingen van de campen instellingen. En we hebben eigenlijk hier, ja, moet niet kijken hoe het eruit ziet. Maar hier zit weer een aparte
zoekopdracht. We hebben nu eigenlijk dus twee aparte zoekopdrachten gekoppeld binnen één virtuele collectie. Dat betekent dat we dus ook weer mogelijkheden hebben om ook meer te kunnen tonen. Dus in deze zoekopdracht staan de datasets van de instellingen die meedoen met het Kempen-project. En als we deze ook tonen op site, dus eigenlijk binnen de Brabant Cloud, dan zie je ook die ruim 43.000 records. En die staan ook online in deze instant website. Dus we zijn ervoor aan het kijken, dus dat is wel heel leuk met het Kempen-traject van, ja, wat komt er naar voren, wat voor wensen en eisen zijn er ook van hoe je zo'n virtuele collectie kunt opstellen. En hebben we ook dit jaar deze aanpassing kunnen doen. Dus zo zijn we ook nog kijken van, zijn we ook nog aan het kijken van, ja, misschien zijn er nog maar meer wensen of ideeën of hoe je dit, ja, hoe je het beste mee om kunt gaan. Maar we hebben nu eigenlijk best wel een robuuste stukje functionaliteit aan de achtergrond, op de achterkant. Wat ook vrij goed werkt, hè, want het Kempen-portaal, daar wordt de virtuele collectie ook getoond. En ja, dat zit nu gewoon in productie, dat werkt goed tot nu toe. En we zijn nu ook bezig met de Zuiderwaterlinie. Dus ja, dat was een beetje mijn verhaal van hoe een virtuele collectie werkt. En dan ga ik weer even terug naar mijn presentatie. En dat is met name hoe nu verder. Ja, dus we willen dit jaar en volgend jaar nog gebruiken om te experimenteren en testen te doen. Zoals met de Zuiderwaterlinie, misschien met andere ideeën die er zijn. Om gewoon goed te kijken van dat het ook het stukje techniek robuust genoeg is. Hoe werkt het precies? We zien nogal wat dingen bijvoorbeeld die nog niet helemaal goed werken. Nou, die gaan we ook gewoon aanpassen. We gaan ook bepalen welke functionaliteiten we met die virtuele collectie willen gaan aanbieden. Zoals bij het Kempen-traject was er gewoon extra functionaliteit nodig. Dat je gewoon twee zoekopdrachten ook kunt koppelen aan de virtuele collectie. Nou, dat zijn aanpassingen die we dan ook graag willen gaan doen. Zodat ook, dat het ook zo functioneel mogelijk wordt voor de deelnemers. Ja, en ook een apart stukje is toestemming voor het delen. Als instelling bepaal je altijd zelf wat en met wie je wat wil delen. En dan heb je ook te maken met rechten. Dus daar moeten we ook naar kijken hoe we dat makkelijk kunnen doen. Want technisch kunnen we heel makkelijk een virtuele collectie maken. Maar wat Cies ook zei, ja, bijvoorbeeld het textielmuseum, die wil dan misschien niet een stukje delen. Ja, dan moet je formeel dan wel toestemming aanvragen. En op dit moment hebben we dat gewoon, heeft Cies dat gedaan via de mail of gewoon op papier vastgelegd, echt toestemming gevraagd. Maar misschien moeten we dat in de toekomst ook gewoon geautomatiseerd doen. Het mooiste zou zijn dat we aan elk record ook licenties kunnen gaan geven van hoe je dat, die data gedeeld wilt hebben. Er zijn de Creative Commons licenties. En het hele meest perfecte ideale wereld zou zijn dat alle data open is. Dat je zegt, nou, iedereen mag dit gewoon gebruiken. Nou, dan kun je ook gewoon naar eigen wensen verschillende virtuele collecties aanmaken. En in de Brabant Cloud kunnen we dan ook de machines laten leren van welke, onder welke voorwaarden welk record gedeeld mag worden. En dan kun je daar ook rekening mee houden. Dus stel je zegt, nou, ik wil dit record gewoon echt niet gedeeld hebben. Nou, dan kan de computer dat ook zien. We kunnen dat vastleggen. En die neemt dan ook die records niet mee in de virtuele collectie bijvoorbeeld. Maar het is ook wel iets waar we ook goed moeten over nadenken hoe we dit hiermee om moeten gaan. Want om dit moment zo dat je dan aan elke deelnemer die dan wat records heeft in zijn virtuele collectie, moet je toestemming vragen of ze dat ook echt willen gaan delen. En we zijn ook kijken hoe we dit als een dienst kunnen gaan aanbieden aan de deelnemers. We zitten nu een beetje te denken dat we, wat je net al zag, een soort inlog geven in de Brabant Cloud. Maar we wel mooier gaan stylen dat je als instelling je eigen plekje hebt waar je gewoon je eigen virtuele collecties kunt gaan maken. En dan kunt gaan koppelen, daar moet ook een helptekst bij maken. Want wij kunnen als team ook centraal niet al die virtuele collecties gaan maken van iedereen. Dat is gewoon, wordt veel te veel werk. Want ik voorzie wel dat we misschien wel honderden virtuele collecties gaan krijgen. Die soms misschien wel een maand bestaan, soms wel jaren. Dus daar moeten we ook kijken. Zoveel mogelijk geautomatiseerd. En dat je het ook als deelnemer zelf kunt gaan doen. Maar goed, daar moeten we dus ook wat aanpassingen gaan plegen in de Brabant Cloud infrastructuur. En daar willen we eigenlijk volgend jaar ook voor nemen om dat gewoon goed in orde te krijgen. En dat is ook een beetje een hele grove tijdsplanning. Dan kunnen we eigenlijk eind 2022, begin 2023 ook echt gaan beschikbaar stellen voor de deelnemers van Brabant Cloud. Zodat die daar dan mee ook aan de slag kunnen. Dat is een beetje de planning van hoe we nu staan en voor de komende anderhalf jaar, zeg maar. Ja, dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ik zie dat Amanda een vraag heeft. Ja.
Ik had al braaf mijn handje opgestoken. Ja. Ik zal hem even laten zakken weer, want anders dan blijft het de hele tijd zwaaien. Ik zag dat jij een collectie had gemaakt voor Breda. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. We zijn aan het kijken voor de collectie Breda. Dat is een project. En we hebben binnenkort ook een afspraak met de gemeente Breda en Stadsarchief Breda. En dit is eigenlijk maar gewoon een testje van hoe we eigenlijk alles wat betrekking heeft Breda uit de Brabantcloud kunnen trekken. Om ook als een soort portaal misschien ook te gaan maken. Een beetje zoals de Kempercollectie, waar je eigenlijk een bepaalde regio, een bepaalde plaats als thema hebt. Ja, want ik denk dat Team Erfgoed nog niet zit aangesloten, of wel? Nee, we zijn nu een beetje met elkaar in gesprek van wat kunnen we voor elkaar betekenen. Waarbij ik een hele mooie infrastructuur die Brabant breed is, waar ze gewoon heel goed gebruik van willen kunnen maken. En daar hebben ze ook wel oren naar, maar ja, daar is verder nog niks over afgesproken. Dit was voor ons intern ook een opzetje van, ja, kunnen we ook rond een bepaalde plaats een virtuele collectie maken? Hoe werkt dat? Ja, leuk. Dus ook weer een voorbeeldje van een virtuele collectie. En ik heb nog een andere vraag. Ik zag dat je, als je zo'n virtuele collectie probeert aan te maken, kun je dan ook selecteren op bijvoorbeeld datering of zo? Ja, dat zou kunnen. In principe alles in de hub wat je op data.brabantcloud als zoekopdracht kunt geven met filtering daarbij, kun je gewoon opslaan als een dataset. Okay. Dus stel je zegt, nou, binnen je eigen collectie wil ik al alleen van 1930 tot 1940 records hebben. Dan kun je daarop filteren en die kun je dan gewoon voeden aan een virtuele collectie. Oké, goed. Dus in principe kun je op wie, wat, waar, wanneer, dat kun je allemaal op filteren. En dat kun je weer vastleggen. Want dat is, ook de filtering is een stukje zoekopdracht die je mee kunt nemen. Oké, dat is goed om te weten. Ja, dat waren mijn vragen. Ja. Zijn er nog andere vragen voor ons of voor Cies of voor Jacob? Helemaal niemand? Nou. Dat was zo duidelijk, Chris. Duidelijk, hè? Waarom zijn we heel duidelijk? Ja. Nee, als er verder geen vragen zijn, dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken. Maar dat jullie erbij waren. En ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Wij gaan hier dus de komende tijd ook verder mee aan de slag. Mochten jullie nou achteraf toch nog denken van, oh, dit zou ik nog wel graag willen weten. Of ik heb nog tips. Als wij dit zouden willen gaan gebruiken, dan is het voor ons wel heel belangrijk dat. ... Stuur dat gewoon even naar onze helpdesk. Want dan kunnen we dat natuurlijk ook meenemen. We zitten nog in de ontwikkelfase. Dus als er tips of vragen zijn, dan is het heel fijn om die nu te weten. Want dan kunnen we dat nu ook allemaal meenemen. Er is nog een vraag, zie ik. Ja? Ja. Ja. Voor de Kempercollectie. Is er een manier wel beter te vinden? Je bent heel slecht te verstaan, Melanie. Beter? Nee, echt goed een beetje. Oh, ja, ik kan er niks aan doen. Zou je een vraag even in de chat kunnen zetten anders? Ja. Dan zet hem maar even in de chat. Dan wachten we nog even in ieder geval op die vraag. Dan wil ik nu even de tijd nemen om te zeggen dat we volgende week dus de volgende sessie hebben over termenlijsten. Dus over termen, trefwoorden, et cetera. En dat we verder deze maand nog meer sessies hebben. Dus als jullie nog interesse hebben en je hebt je nog niet aangemeld, dan kun je nog even op onze site kun je aanmelden. De volgende sessie is ook weer dezelfde tijd. Dus volgende week vrijdag om 10 uur. En dan kijk ik even. Oh, er is nog een vraag van Amanda. Ja, ja, ben ik weer. Ik ben volgende week toevallig een dag vrij. Dus ik kan dan niet meedoen of kijken. Maar wanneer denk je dat ik dat terug kan kijken? Dat ligt eraan hoe druk ik ben. Maar ik ga mijn best doen. Krijg je daar een mailtje van of zo? Of kan ik me daarvoor aanmelden? Degene die zich hebben aangemeld, zal ik sowieso een mailtje sturen. Want we maken hier weer een korte blog van. Dus een verslag van wat we vandaag verteld hebben. Ja. Met daarbij ook de opname van de sessie van vandaag. Dus je kunt hem ook in zijn geheel terugkijken. En met daarbij wat linkjes ook. Dus ik zal voor vandaag bijvoorbeeld een linkje van de Kempercollectie zal ik ook in die blog zetten. Ik heb me voor volgende week natuurlijk niet aangemeld omdat ik er dan niet bij ben. Maar ze komen ook allemaal bij ons op de website te staan onder het blog. Dus daar komen ze allemaal bij elkaar te staan. Okay. Dus op welke termijn dat is, dat weet ik niet. Maar binnen een week, dat moet zeker lukken. Mooi.
Even kijken of het Melanie gelukt is om een vraag te stellen. Zien we niet. Nou, het lukt niet meer, zie ik. Dus dan, nou ja, dan gaan we voor vandaag gewoon afsluiten. En dan moet je je vraag nog maar even mailen, Melanie. Ik wil in ieder geval heel erg bedanken dat jullie erbij waren. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. En we zien jullie graag volgende keer weer. En als er vragen zijn, laat het vooral horen. Dus dan wens ik jullie verder een fijne dag en een fijn weekend. En tot de volgende keer.